Hoi, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag weer een shoplog voor jullie en dat is mijn eerste shoplog van 2019. Het is geen try-on video, dat ga ik een andere keer doen. Ik heb ook kleren die ik niet aan jullie laat zien, dat doe ik in de volgende shoplog video. Want sommige dingen zitten in de was of moet ik nog wassen. Maar goed, laten we beginnen met de dingen die ik wel heb, want het is een hele stapel. Ik heb hier een tas van de Bershka en hier zitten ook een aantal dingen in, waaronder deze scheursponsjes. En deze zijn 50 cent, zijn van die mini scheursponsjes. Die heb ik gewoon bij de Zeeman gekocht. Ik heb ook sokken gekocht. Ik ben gek op sokken. Ik heb al van die enkel sokjes en zo, maar ik vind deze super lange dikke sokken vind ik ook echt heerlijk. Ik zal gelijk even dat dingetje eraf, zo bijna mijn neus hé. Kijk, deze zijn super lang. Super lang. En lekker dik. En deze heb ik ook. Deze zijn natuurlijk het allerleukst. Deze printjes. Woe. En deze heb ik ook in een andere. En deze waren ook 2,79. En deze volgens mij ook. Hè? Ja, 2,79 per stuk. Per twee. En deze zal ik ook eventjes openmaken. Dan kunnen jullie dat gelijk zien. Ja, deze zijn een beetje kerstachtig. Maar ik vind ze gewoon hartstikke leuk. En de tram komt voorbij. Ook heel erg leuk. Nou, kijk jongens. Hoe mooi is dit? Gewoon deze sokken. Gewoon lekker lang. Echt heel lang. Ze rekken ook heel erg uit. Ik heb trouwens maat 38 van schoen. En ik heb 39,42 qua maat gedaan. Want ja, dat is gewoon beter. Ik vind het ook beter te groot dan te klein. Dit zijn de andere printjes. Ook heel erg leuk. Dus ik heb 4 paar nieuwe sokken. Lekker dik en lekker lang. Nu komen we aan bij de Claire's. Bij de Claire's heb ik oorbellen gekregen van Debbie. Heel erg lief. En ik heb deze uitgezocht. En deze zijn super cute. Zijn wel goud. Ik hou normaal helemaal niet van goud. Maar ik dacht van ja, waarom niet? En er zit ook een beetje roze in. Er zit rood in. En ik dacht van ja, bij sommige kledingstukken zal het wel heel erg mooi staan. Ja, laten we een keertje uit de comfortzone stappen. Hè? Zoals Debbie altijd zegt. Ook heb ik mezelf cadeau gedaan. Ja, ik heb een luchtje gekocht. DKNI Be Delicious. En deze heb ik vroeger altijd gehad. Die kreeg ik vroeger van mijn oma. En ja, hier zit gewoon een bepaalde geur aan wat me gewoon aan dingen herinnert. Net zoals 1 Million. I love dat geurtje. Wel voor mannen, voor vrouwen vind ik hem niet lekker. Maar deze is echt super lekker. Het is een appelgeur. Ik zal het even openmaken. En ja, hij ruikt gewoon lekker fris, zoetig en is gewoon echt, oh, lekker. Echt heel erg lekker. Het is wel een kleintje, dat maakt allemaal niet uit. Kijk, heerlijk. Zo erop. Heb je een appeltje. En deze was bij de Douglas 22,50 in plaats van 44 nog wat. Dus ik dacht van, nou ja, weet je, meeneem in die handel. Bij de Bershka heb ik ook wat gekocht. En jullie zullen wel denken, jeetje, wat heb je verschillende winkels. Ja, hierachter ligt nog meer. Is ook meest van de H&M hoor. Deze was eerst 20 euro en is afgeprijsd naar 10. En dit is gewoon een rok. Gewoon een simpele zwarte rok met een split. Ja, ik heb hem aan de achterkant. Hier zie je de split zitten. En dit is dan gewoon de voorkant. Dus gewoon een hele simpele rok. Lekker stretchachtig. Het is een maat S. Pas ik wel helemaal met dik willen. Dan heb ik ook nog schoenen. En deze schoenen zijn van Chelsea. En dit zijn hele mooie Minnie Mouse schoenen. En heel erg van de lak. Maar heel erg leuk. Dit is maat. Wat was het? Volgens mij had ik hem in 26 besteld. Waarom weet ik ook niet. Of 25. Ik weet het niet. Ik moet even kijken. 25,5. Ja, 25,5. Want daar kon ze nog lekker in groeien. Deze heeft ze wel eens aangehad nu. Maar ze mag ze niet naar school aan. Want ik zie hier ook al dat hij een beetje beschadigd is. Ik heb 1 keer nieuwe schoenen naar school aangetrokken. Maar ze waren al gelijk, de neuzen waren helemaal kapot. Dus ik dacht, oké, lekker oude schoenen mee. Natuurlijk altijd oude schoenen aantrekken. Maar ik dacht, ja, ze zal wel zuinig doen. Nooit doen bij kinderen, altijd oude schoenen aantrekken. En deze waren geloof ik 30 euro. Ja, 30 euro. En dat is op draakjesenboefjes.nl. Daar heb ik ook nog wat van besteld. En dat ga ik nu laten zien. Kijk, ze heeft dit setje. En dit is een blazerjasje met een broek. Heel erg leuk. Wel nog heel erg te groot. Ik denk dat ze er van de zomer wel in past. En deze was volgens mij 20 euro. Ja, het is een tijdje geleden. Ik heb hem nog nooit aangehad. Hangt gewoon zo in de kast. En ik denk, laat hem gelijk even zien aan jullie. Maar volgens mij was deze 20 euro. Geen gesponsorde video. Helemaal niks. Geen samenwerking. Maar mocht je hem leuk vinden, dan kan je natuurlijk even kijken. In een andere vlog hebben jullie kunnen zien dat Chelsea schoenen heeft gekregen van mijn ouders. En ze heeft deze uitgezocht. En dit zijn van die ja, lichtgevende schoenen. Ze heten Twinkle Toes. Waren 50 euro. En ja, best wel prijzig. Maar ze zijn super stevig.
En het is ook echt wat je kind het beste kan geven als ze bijvoorbeeld net lopen. Zijn we maatje 2,23. Want ze hebben die kleine maten, volgens mij 21 zelfs ook nog. Chelsea had ze vroeger ook al, alleen wel in de kleine maat natuurlijk. En ik heb ze nog boven in haar kamer liggen. Ja, in het klein en laag. Deze zijn hoog, lekker voor de winter. Ja, deze dus. Hartstikke leuk. Ik ben ook nog laatst bij een mevrouw geweest in Leidse Rijn. En zij verkoopt ook kleren. En haar website, nee het is geen website, het is een Facebookpagina, heet PNC Fashion. En daar kan je ook super leuke kleding bestellen. Je kan het laten bezorgen, maar je kan het ook ophalen, maar je kan daar ook gaan kijken. Dit is een van de kleedjes die ik daar heb gekocht. Ik heb er nog meer, alleen ik heb het even niet bij de hand. Eén shirtje zit sowieso in de was, maar dat komt wel bij de volgende shoplog. Maar in ieder geval, deze heb ik ook daar gekocht. Deze was 10 euro. En hier staat een tijger op, zoals je ziet. Dit schattige pantenrokje komt daar ook vandaan. Deze wilde Chelsea heel graag hebben. Vond ze hartstikke leuk. Deze is ook heel rekbaar. Dit is 9804. Hier heb ik een shirtje van, maar zoals ik al zei, die zit in de was. Dus dat komt wel. En dat is een lege groen shirtje met wild als tekst. En dan met deze print daarop. Dus de letters zijn in de tijgerprint. Pantenprint, hoe je het ook al noemen. Dus ja, deze. En deze was ook 10 euro. Dit schattige rokje komt er ook vandaan. En dit is een zwart rokje met hartjes. En hier hoort nog een blouseje bij. En die heb ik natuurlijk hier bij me liggen. Ik kan het niet samen laten zien. Maar dit is in ieder geval het rokje. Deze was ook 10 euro. En dan heb ik hier het schattige blouseje. En hij zit niet dicht. Oh, daar baal ik van. Want ik kan hem dan zo moeilijk laten zien. Maar het is een blouseje met heel leuk deze dingetjes erop. En dan staat er zo leuk. En ik zal even een foto hier in deze of aan deze kant laten zien. Zodat jullie kunnen zien hoe het staat. Het staat zo leuk en zo schattig. En deze waren ook 10 euro per stuk. Chelsea heeft ook een pyjama. Lekkere wollen pyjama van de Zeeman trouwens. Deze was 10 euro. Deze heeft ze laatst van mijn moeder gekregen. En er zit ook een broek bij uiteraard. Lekker lang. Dit is volgens mij 110, 116 als ik het goed heb. Ja, 110, 116. Nou, dan ga ik nu door met het laatste. En dat is van één winkel. En dat is de H&M. Ik heb het trouwens op Black Friday gescoord. Dus ja, zo lang hangt het er eigenlijk al. En het meeste heeft ze nog niet eens aangehad. Omdat, ja, of het is te groot. Het is zo lastig met haar maat. Of het is te groot, of het is nog niet qua weer te doen, zeg maar. Nou, ik heb hier een blauw jurkje, een glitterjurkje. Deze is vrij lang, dus ook 110, 116. Er zit een hele mooie strik op. Hele mooie glitters. Achterkant is gewoon normaal. En deze is nog vrij lang voor haar, vandaar dat ze nog niet aan heeft. En deze was 10 euro. Ik heb hem hier in een roze kleur, exact hetzelfde, ook met een strik. Alleen roze en met glitters ook, ook 10 euro. Chelsea wordt altijd heel erg blij van verandershirtjes of verandertruitjes of alles wat kan veranderen op een t-shirt, dat vindt ze leuk. En toen dacht ik, deze kan ik dan niet laten liggen, wou ik zeggen. Maar ik heb het online besteld. Deze kan ik niet laten staan. Dus ik denk, ik moet hem gewoon meenemen. En hier hoort een legging bij. Die ga ik even laten zien. En dit stelletje was trouwens ook 10 euro. Lekker met hartjes. Gewoon lekker kinderlijk. Hartstikke leuk. Het is wel een beetje dun. Weet je, als je naar Monkey Town of zo gaat, ik noem maar wat. Dan kun je het makkelijk aantrekken. Dan heb ik hier nog een broek. En het is heel lastig om voor Chelsea maten te vinden. Want haar taille ja, is gewoon wat dunnetjes. En daar kan ze niks aan doen. Zo is het nou eenmaal. Maar haar lengte, ze heeft lange benen. Dus de lengte zit wel goed. Want dit is 110, 116. Alleen boven is hij dan nog wat te breed. Dus ik sla altijd dit om. Als ik bijvoorbeeld 9804 koop, zijn de lengtes weer niet goed. En zit het zeg maar tot hier. Dan is het net een zomerbroek. Dus ik moet deze maat hebben. Het is vrij vervelend. Maar ach ja, ze groeit ook nog hè. Deze broek was ook 10 euro. Met de kerst, of eigenlijk voor de kerstdagen, heb ik nog non-stop. Dat klinkt ook niet echt. Heb ik nog last minute heb ik met kerst. Volgens mij één dag voor kerst heb ik nog dit jurkje kunnen scoren. En deze is zo leuk. Deze heeft ze aangehaald met kerst. Kostte ook 10 euro. En ja, ik hoop, dit is 9804, maar ik hoop dat ze hier nog van de zomer in kan. Want dit kan je gewoon, ja, in principe gewoon ook dragen. Gewoon zonder dat het feest is. Chelsea heeft ook een mooie sjaal. En dit is er zo een. En eerst dacht ik altijd, hoe werken die dingen, weet je wel? Maar je doet het om je hoofd heen. Oh, ik moet even uitreiken voor mijn lipstift hoor. Oh, zo om je hoofd. En dan heb je het zo. En dan kan je het een beetje zo doen. Dan doe je jas dicht. En deze was ook 10 euro. Ook heeft Chelsea een hele mooie geruit broek, jongens. Ja, en dat past mooi bij haar jurkje. Maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we dat keer niet aandoen natuurlijk. Dat staat ook niet. Maar deze broek heb ik. En deze was ook 10 euro. Ik vind deze super leuk. En ze heeft ook bretels. Die zal ik zo even laten zien. En als je daar zwarte bretels op doet, dan
met een wit shirtje of een rood shirtje. Of zwart zelfs. Zwart kan ook. Heb ik toen gedaan. Super leuk. Kijk, hier heeft ze bretels. Heb ik niet van de H&M. Heb ik gewoon een keertje een Overvecht op de markt gekocht. Een rode heeft ze. Een zwarte. En een roze. Dus eigenlijk kan dit bij alles. Vooral zwart. Makkelijk te combineren natuurlijk. En dan heb ik als allerlaatste, met klap op de vuurpijl, heb ik een broek ook. Een tregging. Een denim. Hoe heet het nou? Een legging. Leggings en denim staat er. Dit is ook maat 110, 4 tot 5 jaar. Hier heb je ook hetzelfde mee. Gewoon hier te breed en hier een lengte goed. Ja, dus ik weet niet of mensen tips hebben. Ja, ik kan het wel gaan innemen, jongens. Maar dat heeft ook geen zin, want het kind groeit natuurlijk ook door. En ik kijk even achter me of ik nog iets ben vergeten. Ik ben niks vergeten. Dus ik ben er volgens mij doorheen. Mochten jullie nou een leuke video vinden, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal Lifestyle Kimberly. Ook mijn social media kanalen, zoals Instagram, Twitter, Facebook. Staat allemaal hieronder gelinkt. Ja, ik zie je heel graag de volgende video terug. En bedankt voor het kijken.